Nee, dat... Wacht. Het moet allemaal snel. Ja, nee, nee, niet kijken. Is het Vertongen? Ja. Het is Vertongen. Jongen, jongen. De een speelt op dit moment voor Montpellier en de ander voor Wolfsburg. Geef een dikke duim omhoog voor Dominic Bloodworth en Anouk Dekker. Mijn naam is Noah Zeeuw en je kijkt naar nieuwe minigames. Dominique en Anouk, van harte welkom. Jullie gaan de minigames spelen. Hebben jullie wel eens een hele belangrijke wedstrijd zonder warming-up gespeeld? Nee. Kijk, inderdaad, dat wil ik ook heel graag horen. Daarom spelen wij nu ook eerst een Nerf game als opwarmertje. Het is heel simpel. Je begint hier of daar en je moet naar de overkant komen. En mocht je het spiraaltje aanraken, dan word je onder stroom gezet. Ai, spannend. Ik ga het jullie ondertussen wat moeilijker maken door wat vragen. Dus... Jeetje, Anouk, ik heb dit nog niet is het geluid. Test. Ja, nee, bij deze alvast een hup. Oh. Gele kaart voor Anouk. Hou op. Oh, sorry. Jongen, terug. Jij? Oh, zit ik ook. Pizza of patat? Pizza. Patat. Oké. Een fiets of de auto? Fiets. Ja, ik ook fiets. Backstreet Boys of... Ah! Spice Girls. Backstreet Boys. Voor mijn tijd. Voor mijn tijd. Siert de Vos of Jack van Gelder? Jack van Gelder. Hoe ging dat commentaar ook alweer toen van Dennis Bergkamp? Dennis Bergkamp! Zoiets? Nog één keer. Ah! Je gaat maar door, ga maar door gewoon. We gaan gewoon nog een keer terug. Jongens, ik moet helaas toch even aan. De grande finale. Wie ben ik? Jullie spelen om de beurt een ronde van 2 minuten. Het gaat er eigenlijk om dat jullie samen zoveel mogelijk punten weten te scoren. En kijken of jullie bovenin het klassement komen. Zijn we klaar voor? Yes. Zo, wie is dit? Speelt in Suits. Rachel van Suits. Oh ja, maar ik weet haar naam natuurlijk niet. Ik weet alleen dat ze Rachel heet. Weggooien dan als je niet weet. Weg dan maar. Hup, passen. Rodney heeft zijn broertje. Wesley Sneijder? Ja. Zo, wat goed. De beste voetballer van de wereld. Niet Ronaldo, maar... Messi. Ja. Nee, dat is met dit... Wacht. Het moet allemaal snel. Ja, nee, niet kijken. Even. Is het Vertongen? Ja. Het is Vertongen. Jongen. Dus de verdediger van Liverpool, Nederlander. Virgil van Dijk. Ja. Niet Oost, maar... West. Ja, en dan die Kane West. Zo, wat een goeie dit. Ja. Hup. De beste DJ van de wereld, Nederlander. Shit, hoe heet die nou? Drie, weet ik niet. Één. DJ... Chesto. Wie was dat? DJ, dat was 50%. Ja, maar je ziet het soms echt even niet met die lichtdingen. Nee, want ik dacht ook, dit kon ook wel. Dit had ik ook nooit geweten, maar dat dit, de DJ Chesto was. Waar is, nee, maar snap en je dat... snel even, oh Messi, met geknip. Ja, dat Messi, dat... Nou, ik vond hem wel creatief. Ja. Ja. Zo, over DJ's gesproken. Als je niet weet, passen. Hup, wegdoen, passen. Heel goed. Oh, hij is een bekende voetballer, Paris Saint-Germain. Mbappé. Nee, die andere. De Braziliaan. Neymar? Ja, heel goed. Heel lekker hoor. Oh, altijd speelt ze nummer 8 van ons. Schitterspitsen. Oh, hij is een Egyptische voetballer van Liverpool. Mo Salah. Ja. Onze Chucky Groen. Ja. Hoe? Even een klein farmerontje weer. Onze Chucky Groen. Trainer van PSV. Mannen. Speelde ook in Nederlands elftal. Nee, die andere. Ik speelde niet hetzelfde middenveld. Speelde ook bij PSV, niet Cocu, maar die andere middenvelden. Bij München, Barcelona. Van Bommel. Ja. Juist. Dit is een Drie, emoji. Twee. Een emoji, gewoon een heel raar emoji. Wie, wat is dit? Een marshmallow. Oh ja, een emoji. Nou, dag. Hoe vonden we het gaan? Ja, ik vond het wel redelijk. Wel redelijk. Ja, denk ik. Jullie hebben een mooie inslag gemaakt, of inhaalslag. Ik zou zeggen, laten we met elkaar tellen, kijken wat de totaalscore is. Alright. Nou. 1, 2, 3, 15. 15. 16. 16? 16. Ja, dan gaan we nog een keer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Goed gedaan. Ja, ik merk, dat deed hij expres. Ja, ik wil even kijken hoe jullie nog scherp waren. Zijn jullie blij met je eindscore uiteindelijk? Ja. Jawel, hè. Hier kunnen we wel mee leven, denk ik. Ja. Mag ik jullie wel onwijs bedanken voor jullie leuke energie en voor het spel en voor de score. En geef een duimpje omhoog voor deze dames. En dan tot de volgende keer. Yes. Dank jullie wel. Dank je wel.
Nu is jouw beurt. Laat weten in de reacties welke andere Oranje Leeuwinnen jij een keer de minigame zou willen zien spelen. En geef natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op het kanaal Ons Oranje. En dan zie ik jou heel graag bij een volgende video. Eén na beste speler van de wereld. Messi. Ja.